De kroon gaat naar... Wat is er aan de hand? Het plafond valt. Verrassing! Zag je dat niet aankomen? Pak aan! Mogen de beste man de tiara krijgen? Genoeg daarvan! Stop! Wie krijgt dit jaar de titel van tweelingkoningin? Jullie mogen allemaal meedoen aan de wedstrijd. Ja, wij worden de collegekoninginnen. De winnaar krijgt een reis. Karen, we moeten meedoen. Dat is dom. Een gratis reis. We doen mee. Ik heb een idee. Natuurlijk, ik doe mee. Wees gewoon stil. We moeten leuke outfits uitzoeken. High five! De les is voorbij. Jullie kunnen gaan. Woehoe! Kijk uit. We moeten gaan. Au, ze zijn het. Ze zullen nooit winnen. Verzonnen. Een tekst. Wij zullen winnen. We gaan winnen. In je wildste dromen, losers. Waag het niet ons te bedreigen. Ik moet mijn make-up bijwerken. Er is hier iemand. Een chili-lippenstift. Shh, Claire staat een verrassing te wachten. Eindelijk, mijn lippenstift. Ruikt vreemd. Het is chili. Het brandt. Wat is er gebeurd? Stoute meiden hebben chili in mijn lippenstift gedaan. Weet je, het ziet er wel cool uit. Is dat zo? Wat dan ook. Ik zal mijn make-up ook bijwerken. Dat is raar. Het zit vast aan de tafel. Oeps. Dat weten we niet. Wat? Ze hebben mijn make-up aan de tafel geplakt. Oké, dat houdt me niet tegen. Blush. Lipstick. Mascara. Klaar. Big deal. Ben je klaar? We maken een TikTok, net zoals we geoefend hebben. 1, 2, 3, 4. En een hart. Kinderspel, wij kunnen dit ook. Eens kijken wat er nieuw is. Wow, onze TikTok gaat trending. Wie in de wereld is dit? Onze vervelende kamergenoten. 0 likes. Losers. Jij hangt posters op aan die kant, ik aan de andere. Prima. Ruilen. Klaar. De laatste hier. Goed gedaan. Laten we ons klaarmaken. Wat? Hun posters hangen overal. Ik heb een idee. Voorzichtig uitknippen en opplakken. Het is zelfs beter dan de originele. Je bent cool. Ik geef je mijn stem. Zo lief van je. Het plan heeft gewerkt. Wow, dat is het. De kroon. Wow. Het is adembenemend. Hé, handen af. Deze kroon is van ons. Het is zo fluffy. Oh nee, onze kroon. Geen veren. Sorry dat ik stoor. Maar de winnaar krijgt de kroon na de wedstrijd. Hij blijft voorlopig hier. Dat is niet eerlijk. Wat doen zij in hemelsnaam? We zijn hier voor de jurken. Wij ook. Deze jurk is van mij. Meisjes, niet vechten. Wie in de jurk past, mag hem hebben. Goed, naar de paskamer. Zo onbeleefd. Ik denk dat het niet mijn maat is. Geen fan. Het is stom. Ik denk niet dat het je echt staat. We zullen zien hoe het je staat. Dit is een ramp. De jurk is te klein. Nee, te
is een harde nee. Wat snap je niet? Wat is de manier om te gaan? Oh, ik weet het. Meisjes, dit is voor jullie. Hier passen jullie zeker in. Hopelijk. En jij ook. Bedankt. We hebben zoveel stemmen gekregen. Uitstekend. Laten we ons nu aankleden. Met deze prachtige jurken gaan we zeker winnen. Ik kan niet wachten. Kijk daar eens naar. Zoveel stemmen. Wacht, ik heb iets bedacht. Wat is het? We legen dit blik. Oeps. Een foto om te onthouden. Nu zijn we klaar. Wow. Hey, niet te snel opgewonden raken. Hier, kijk eens. Je stembus is leeg. Dat kan niet waar zijn. Rennen. Het is gelukt. Ja. Leeg. We moeten alles snel bij elkaar krijgen. Haal de jurken eruit. Oh, snap. Ik heb onze jurken achtergelaten. Gebruik je fantasie. Het schoot me te binnen. Laten we de jurken van onze rivalen aantrekken. Past als een handschoen. Goed gezien. De wedstrijd begint. We hebben bijna alles. Vooruit. Klaar, we kunnen wisselen. We lopen achter. Waar zijn die jurken? Wat is dat? Er is geen andere uitweg. We moeten ons omkleden. Niet gluren. De kleding is niet goed. We hebben toch niets anders. Je gaat nergens heen. Oh nee, de deur is op slot. Wat moeten we doen? Kop op, er is altijd een uitweg. Je moet er alleen even over nadenken. Denk, denk, denk. Wow, het is een ventilatiegat. Wie gaat er eerst in? Schiet, schiet, schiet. Jij, ik zal helpen. Claire, geef me een duwtje. Hier zijn we. Een tweelingstrijd? Maar wat is dat voor lawaai? Het gaat veel te ver. Stop nu meteen. Wat een rotzooi. Jullie zitten allemaal in de problemen. Niemand krijgt de kroon dit jaar. Nee, dat niet. Directeur, het is onze schuld. Claire en Mary hebben er niets mee te maken. Echt? Oké, hier is je kroon. Oh, dank je. Iets doen voelt ook leuk. Ik doe met je mee, zus. Jee, de kroon is van mij. Nee, hij is van mij. Geef terug. Ben je bevroren of zo? Ga naar de gym. Mary, chop chop. Komt eraan. Oh, het snoer is veel te kort. Maar de muziek is leuk. Oh, Neil vraagt me mee uit. Hey, ik ben onderweg. Hey Claire, wil je een ritje maken? Wauw. Duh. Yeah. Oh, hij sms'te me. Yay. Hoi, Mary. Je zag er anders uit op de foto. Kijk eens wie ik heb meegenomen. Het is een pony. Ah, geweldig. Ik zal proberen erop te rijden. Echt niet, dat is geen paard. Je moet voorzichtig zijn met ponies. Oké. Ik weet zeker dat jullie het goed kunnen vinden. Wil je een selfie maken? Tuurlijk. Mijn beste hoek, eens kijken. Wat? Hoe is dat mogelijk? Ik wed dat ik het in de vuilnisbak kan krijgen met mijn ogen dicht. Ga je gang. Bullseye. Wat?
Ik kan het ook. Vlieg. Oh, whoops. Huh? Hebbes. Nah. Een bananenschil. Claire, jij gaat eerst. Het is in orde. Ik ga er gewoon omheen. Het werkte. Auw. De zon zit in mijn ogen. Hoe kan ik in slaap vallen? Maar Claire heeft geluk gehad, zoals altijd. Goedemorgen. Vandaag wordt geweldig, want het is eindelijk marathondag. Ik begin me klaar te maken. Een meditatie en een lekkere stretch. Oh ja, ik ben er klaar voor. Yoga doet wonderen. De tweeling gaat joggen. Oh, ik zag het luik niet. Oh, een dollar. Het is nep. Blijf bij. Je hebt makkelijk praten. Gefeliciteerd met de winnaar van de marathon. Marathon? Je prijs voor de eerste plaats. Oh nee, ik ben weer te laat. Wat is hier aan de hand? Claire heeft weer gewonnen. Zoals altijd. Claire houdt van broodjes, maar ze eet als een slons. Ik moet hier een foto van maken. Huh? Wat? Het is alsof ze poseerde. Maar hoe? Wil je wat? Nee. De tweeling maakt zich klaar voor de les. Klaar? Ja! Je zakgeld. Dit is voor jou, Claire. Pap, en ik dan? En jij krijgt een boterham. Huh? Nog een fijne dag, meiden. Wat een saai kluisje. Kluisjesontwerper? Kom me helpen. Wauw. Goud? Bedankt. Wacht even, mijn kluisje heeft ook een update nodig. Natuurlijk. Huh? Karton? Oh nee, hier is je nieuwe kluisje. Hoi meiden. Hoi knapperd. Hoi. Oh, ik ben oké. Ik moet gaan. Dat was onhandig. Ik heb kiespijn. Mary, wakker worden. Mijn tand doet pijn. Ik weet iets wat we kunnen doen om van die slechte tand af te komen. Een boodschap. Het werkte. Je methode is leuk. Ik kan niet wachten tot de tandenvee komt. Wat ligt er onder het kussen? Ik heb geld. En ik heb een broodje. Nou, het is tenminste wel vers. Ze slaapt. Dat is hilarisch. Ik zal een foto maken en dan lachen we later samen. Wat? Ongelooflijk. Hoe doet ze dat toch? Bestel een taxi. $5. Geweldig.
Wow! Laten we gaan! Ik ben te laat. Bestel een taxi. Wat? $100? Er is geen andere uitweg. Noem je dat een taxi? Ik betaal met een kaart. Laten we gaan. De andere kant op. Maakt niet uit. Dit is helemaal mijn stijl. Hoi, heb je dit meisje gezien? Ze is gewild. We hebben niets. Dat is ze niet. Maar dit is er. Kom maar met me mee. Nee, het is een vergissing. Mary. Ik heb weer een level gewonnen. Maar mijn batterij is leeg. Goed idee. Oeps, de stroom is uit. Mijn telefoon is aan het opladen. Wat? Gelukskoekje. Wat zegt het? Je hebt geluk. Te gek. Wat heb jij? Oh. Ik heb niets. Wie is de liefste hond in de wereld? Meiden, het is tijd om je huisdier uit te laten. Hier is de leiband. Neem de leiband. En zak om op te ruimen. Nee, dat wil ik niet doen. Laten we ruilen. Hier is de riem. Laten we gaan. Moeten we zoeken naar voorspellingen en koekjes? Ik ga frisdrank halen. Echt niet. Geen voorspellingen meer. Claire komt eraan. Ga jij maar eerst. Het is leeg. Wat dan ook. Yummy. Oh, wat is het? Een voorspelling uit een Fanta-blikje? Wauw. Kijk, de liefde komt naar je toe. Echt niet. Je moet meer fruit eten. Wat is er? Nog een voorspelling? Jij hebt geluk. Het is van mij. Je hebt er al eentje. Oké, prima. Een bericht? Wauw, nog een voorspelling. Zal dit ooit stoppen? We maken origami vandaag. Gekleurd karton. Papier voor jou. Claire, er is alleen nog een verpakking voor jou. Ik vind het niet erg. Laat me zien wat je gemaakt hebt. Een vliegtuig? Heel mooi. Een kartonnen auto? Claire, het is geweldig. Mary. Heel creatief. Papa heeft nog niet ontbeten. Ik zal het voor hem maken. Bon appétit, pap. Dank je, lieverd. Ik kan ook eieren bakken. Oh, pap, wees niet boos op me. Meiden, zet alsjeblieft het vuilnis buiten. Bedankt. De zak scheurde. Natuurlijk. Ik ga niet eens naar buiten. Dag, vuilnis. Wat ben je aan het doen? Mooie worp. Hoe is het mogelijk? Verfrissende koffie is een geweldige manier om de dag te beginnen. Wow, lekker. Ik wil koffie. Wat? Bonen en suiker? Waarom? Hier is water. Te laat. Ik neem toch koffie. Dit
Dit is het ware gezicht van cafeïneverslaving. De deur zit vast. Oeps, probeer jij het maar. Kom binnen. Wil je wat chips? Nee, dank je. Ik heb mijn eigen zak. Die is groter dan die van jou. Nog een zak? En een kleinere tas erin. Nog kleiner? Hoeveel zijn het er? Een klein zakje? Echt? Goed, ik eet het toch op. Steen, papier, schaar. Ik heb gewonnen. Alweer. Probeer je ogen te sluiten. Ro, shampoo. Je hebt verloren. Oké, jij gaat eerst. Ik ga achter je aan. Papier. Schaar. Oh nee, mijn hand. Het is nutteloos. Ik heb een verrassing voor jullie. Een echte goochelaar is hier. Welkom. Wie wil mijn assistent zijn? Ik! Hier is een donut. Bullseye. Bravo! Meer vrijwilligers? Jij? Oh nee, nooit. Geen kans. Niemand waardeert me. Bedankt voor je optreden. Ik weet nog toen je een klein kind was. Hier is een cadeau van de kerstman. Wauw. En nog één. Ik voel me gul vandaag. Ik hou van kerstmis. Kerstman, waar is mijn cadeau? Denk je dat je de kerstman niet herkent als je je omkleedt? Je hebt zijn cadeaus al. Wees niet zo hebberig. Oh, kinderen deze dagen. Cadeautjes? Oh. En deze is voor jou. Kies. Deze. Wat zit erin? Ik kan niet wachten om het te ontdekken. Open het. Wat heb je gekregen? Een tiara. Wat een verrassing. Ik haal loterijkaartjes. Hier. Dit is de winnende combo. Oh, pech. Dat gebeurt. Claire, je moet het proberen. Doe je best. Wow, ik heb een winnend lot. Echt? Gefeliciteerd. Je prijs. Ik heb betaald voor het ticket, dus de prijs is van mij. Oh nee. Geld, laat me niet alleen. Oh, ik heb het allemaal. Nu ga je nergens meer heen. Hey! Het examen is morgen. Ik moet studeren. Waarom moeite doen? Ik ga plezier maken. Het zal wel. Blijf je thuis? Ik ga naar een feest. Mary heeft de hele nacht doorgewerkt om te studeren voor het examen. En Claire had veel plezier. Laten we beginnen. Maar niet aan het examen. Iedereen krijgt een 10+. Jee, ik wist het. Nee, het was allemaal voor niets. Selfie-tijd. Eeuw. Is dat een buisje? Laten bedekken. Mijn beurt. Nou? Oh, nog één. Wat vreselijk. Mijn gezicht! Het ziet er niet zo slecht uit. Ik laat het wel zo.
Wat? Tijd om wakker te worden. Zo vroeg. Ik slaap nog wel even door. Stop met rinkelen. Hou je mond. Auw, mijn vinger. Hij doet pijn. Ik weet het. Een bril. Een pet. Hallo, vriend. Er is iemand die nog meer pech heeft dan ik. Ik heb geen chips meer. Ik zal een andere zak openen. En frisdrank. Lekker. En ik neem een gezonde banaan. Ik denk dat het genoeg is. Wat? Allergieën? Waarom? Ben je allergisch voor bananen?